Delinquenten zijn er in alle soorten en maten. Niet alleen heb je de hedendaagse stereotypen delinquent met een trainingspak, een mesje in de hand en een pet, maar je hebt ook de oldschool delinquent met een pak aan en een witte boord. De film Los Delinquentes laat zien dat het ook op een andere manier kan, een vrij unieke manier om aan delinquentie te doen. De film start met een suit. Daarna zien we ongeveer 5 minuten lang dat een man met een baard gewoon zijn leven haat en naar zijn saaie bankjob in Buenos Aires gaat, a.k.a. we zijn in Argentinië. Vervolgens zien we 5 minuten lang echt super saaie bankzaken en om eerlijk te zijn viel ik gewoon bijna in slaap. Een of andere vrouw heeft problemen met documenten, haar handtekeningen zijn namelijk identiek en de bank vindt dat een beetje verdacht. Op een gegeven moment doen de bankiers een rookpauze en ze filosoferen over vrijheid. Waarom dat je vroeger wel binnen mocht roken en vandaag niet meer. Eén simpele reden, gezondheid. Ineens pakt de man met een baard een kistje waar hij geld in steekt en vervolgens gaat hij naar de kluis. In dat kistje heeft hij ook een rugzak liggen en op die manier kan hij geld naar buiten sneaken. Het is hem gewoon gelukt om binnen de 2 minuten iets van $300.000 te stelen. En om eerlijk te zijn, wat wil je liever zien? 2 minuten diefstal en 5 minuten bankzaken of 2 minuten bankzaken en 5 minuten diefstal? Ik zou weten wat ik wil. En dat is eigenlijk het grootste punt van kritiek dat ik heb aan deze film. Sommige scènes zijn zo overdreven lang, maar andere scènes die dan heel interessant zijn, zijn dan zo overdreven kort. Vervolgens horen we wel epische muziek en zien we dat hij heel casual naar buiten loopt. Er zijn geen checkprocedures, er is geen alarm, er is gewoon niks van beveiliging in die bank. En ik weet niet hoe corrupt Argentinië is, maar je zou toch verwachten dat er wel enigszins controle is. Dan ontmoet de man met de baard, zijn naam is Moran trouwens, zijn collega genaamd Roman. Totaal geen verwarring in namen, maar oké. Moran zegt dus aan Roman dat hij het geld dat hij net gestolen heeft 3,5 jaar moet bijhouden, omdat dat blijkbaar de termijn is dat hij in de gevangenis zou moeten zitten. En Roman vindt het een heel slecht idee, maar gaat er uiteindelijk toch in mee, omdat hij denkt van Moran heeft een masterplan uitgedacht, wij zijn slimme bankiers. En nu is het al helemaal duidelijk dat Moran eigenlijk gewoon zijn leven haat en dat hij gewoon van het bankwezen vanaf wil en daar zelf 3,5 jaar in de gevangenis voor wil zitten. Roman, die het geld nu ontvangen heeft, gaat nu naar huis. Hij hoort politie-sirenes achter hem, maar het blijkt niet voor hem te zijn. En om eerlijk te zijn, had ik gehoopt dat hier een epische achtervolgingsscène ging zijn. Dat is ook een gemiste kans, vind ik. Dan komt de vrouw van Roman eens piepen en ze wil gewoon aandacht. De volgende dag zien we Moran in een taxi naar een of ander ver gebied reizen. Het verbaast mij dat deze guy zo ver weg gaat om vervolgens zich aan te geven. Hij zit gewoon te chillen in de natuur, komt uiteindelijk een paar voetballende kinderen tegen en vervolgens gebeurt de zelfaanheving dan echt. En om eerlijk te zijn, dit is echt het domste plan ooit, want het enige wat ze moeten doen om dat geld te vinden is gewoon een huiszoeking aanvragen in Roman zijn woning. Roman heeft contact gehad met Moran na de overval, dus als je gewoon een huiszoeking doet, had je dat geld binnen no time gevonden. Vervolgens heeft de bank ook door dat Moran zichzelf aangegeven heeft en dat hij het geld dus gestolen heeft. Een werknemer krijgt zelf een hartaanval, dat kwam echt uit het niets. De baas of manager van de bank, geen idee welke functie dat hij heeft, maar hij heeft in ieder geval een gezagfunctie, begint met de verdachtmaking van iedereen in de ruimte basically. Hij zegt zelf dat hij al 55 jaar in de bank werkt, terwijl dat hij er eigenlijk maar 55 uitziet. Daarna krijgen we weer heel lange scènes van Roman die zich schuldig voelt omdat hij het geld heeft aangenomen van Moran. Er zijn ook allemaal spanningen op het werk, mensen worden ontslagen, op non-actief gezet, een loon wordt verlaagd, zo van die dingen. Roman wordt vervolgens ook ondervraagd door een of andere Latino babe. Roman zegt natuurlijk dat hij er niks mee te maken heeft, bla bla bla. Deze scènes duren allemaal veel te lang, ze zijn oninteressant en boring. Vervolgens switchen we weer back naar Moran. Moran zit nu in de bak en om eerlijk te zijn ziet dit er een derde werelds gevangenis uit, waar gangrapes, ratten en do not drop the soap praktijken niet ver weg zijn. Vervolgens is Moran de telefoon te lang aan het gebruiken. Hij wordt neergeslaan door een aantal gangmembers. Vervolgens gaat Moran met de gangleader gaan praten van de guy die hem net in elkaar heeft geslagen. Hij heeft dan een hele speech over mobiele telefoons en hoe mensen vandaag verslaafd zijn aan sociale media en niet meer de wereld rondom hen ziet. En Moran begint gewoon steeds meer spijt te krijgen van zijn hele plan. Roman drinkt erop los. Roman gaat Moran bezoeken in de gevangenis. Hij kan er niet
niet meer tegen, hij kan het gewoon niet meer aan. Moran zegt dat hij het geld moet brengen naar de cliff waar hij al eerder geweest is. Uiteindelijk gaat Roman ook naar die cliff. Hij ontmoet een groepje filmmakers, waaronder twee Latino babes en één random dude. Uiteindelijk chillen ze zoveel dat ze samen op pad gaan. Uiteindelijk kust Roman een van die Latino babes. Hij moet de bus pakken, maar de Latino babe volgt hem nog altijd. Stalkingsgedrag. Uiteindelijk volgt er een diepe teleurstelling, want hij gaat namelijk naar huis. De vrouw van Roman is een beetje suspicious. Ze heeft een beetje tijd voor haarzelf nodig. De vrouw wil dat Roman het huis verlaat. De Latino ondervraag babe is weer terug. Ze denkt natuurlijk dat Roman nog altijd iets te maken heeft met de diefstal. Roman wordt een beetje pist. Bam, deur dicht. Dan sukt Roman gewoon in zijn job. Hij kan zijn job gewoon niet meer normaal uitvoeren. Daarna spreekt hij af met de Latino babe die hij eerder had gekust. Dit heeft eigenlijk nog vrij weinig met de overval te maken, maar dit is gewoon de midlife crisis van Roman die in gang is gezet. Uiteindelijk merkt Roman op dat het onderzoek afgelopen is. Nu komt er een flashback van Moran voordat hij zich aangegeven had. En uiteindelijk blijkt het dat Moran ook samen was met de Latino babe waar Roman nu mee samen is. De naam van de Latino babe is trouwens Morna, ook totaal niet confusing. Uiteindelijk krijgt Morna door dat Roman Moran kent. Morna krijgt dikke ruzie met Roman en ze trapt het af. De midlife crisis is dus nu opgelost. Nu volgt er een scène dat we terug in de bak zitten. Moran leest namelijk een boek en hij raakt er zo geïnspireerd door dat hij de andere gevangenen ook inspireert. En niet lang daarna komt hij uiteindelijk ook vrij. Spijtig dat er geen drop de soap praktijken zijn geweest, want dat zou interessant geweest zijn. Roman keert uiteindelijk terug naar zijn vrouw die een jaar pauze heeft genomen van hem. Uiteindelijk gaat Roman kijken voor het geld bij de cliff, maar hij vindt niks. Same goes voor Moran. Er zijn dus twee eindpunten. Uiteindelijk is Roman weer gelukkig bij zijn oude familie. En Moran rides off into the sunset with his horse. Wat is de conclusie eigenlijk van deze film? Wel, deze film bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de raarste overval ooit, met het vaagste plan ooit en somehow werkt het. Het tweede deel is gewoon de midlife crisis van Roman en Moran. De eindconclusie van deze film is dat deze film gewoon veel te lang duurt. Om jullie even een idee te geven, deze film duurt 3 uur lang. Ik denk dat ongeveer een uur echt van die nutteloze scènes zijn die niets toevoegen aan het verhaal. Als je veel tijd hebt, zou ik deze film bekijken, want op bepaalde momenten is het ook wel echt goed. Maar als je weinig tijd hebt, dan zou ik je adviseren om naar een andere heistfilm te kijken. I hopefully come to the film festival.